Een vrouwelijk lid van een vrijwilligersorganisatie wordt verrot gescholden door een mannelijke vrijwilliger. Ze claimt dat er sprake is van seksisme en doet haar beklaag bij het bestuur. Die vertelt de vrouw dat het haar eigen schuld was, omdat zij vooraf te kennen had gegeven geen zin te hebben in het gesprek met de man. Het bestuur citeert de mannelijke vrijwilliger die erbij betrokken was, die stelt dat de man nou eenmaal een stier is en dat deze vrouw met de spreekwoordelijke rode lap wapperde door tegenzin te tonen jegens de man. Wanneer de vrouw blijft klagen, maakt het bestuur haar uit voor rat en noemt haar borderline gestoord. In de vorige aflevering vertelde ik hoe Stichting Camras een deurwaarder naar mijn huis stuurde met valse aantijgingen, een dure rekening en een bevel om te zwijgen over misstanden. Nadat ik de deurwaarder ervan overtuigd had dat de aantijgingen volledig uit de duim zijn gezogen, trok het bestuur haar exploot in. De advocaat van Camras stelt echt dat ze het louter deden uit coulance. Maar als het bestuur werkelijk zo coulant is, waarom stuurden ze dan überhaupt een deurwaarder naar mijn huis in plaats van in gesprek te treden? Ik stelde in mijn vorige video dat ik de waarheid moet kunnen vertellen over gebeurtenissen binnen Camras en Astron zonder angst voor juridische vervolging of andere dreigementen. Als reactie daarop stuurde het bestuur binnen 2 dagen een nieuwsbrief naar alle vrijwilligers. Ze kunnen het dus wel. Aldus schrijven de heren Harm Munk namens het Camras bestuur en Marco de Vos namens de Astron directie. Wij hebben onze advocaat op de hoogte gebracht van de YouTube video en zullen zo mogelijk juridische stappen ondernemen. Serieus? Beste Harm, zijn jullie nu coulant of niet? Eerst sturen jullie zonder aankondiging een deurwaarder naar mijn huis. Dan stellen jullie spontaan. Nou, eigenlijk zijn wij coulant. Wij trekken het exploot in en betalen zelf de peperdure rekening van de deurwaarder en de advocaat. Nou ja, jullie donateurs betalen dat. Maar wanneer ik een video maak waarin ik waarheidsgetrouw vertel over deze gebeurtenissen, stellen jullie opeens weer: wij overwegen juridische stappen. We'll sue you, buddy! Beste Camras vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Het bestuur ontkent in haar nieuwsbrief helemaal niets van wat ik in mijn vorige video heb verteld. Er lopen momenteel 2 dure rechtszaken tegen Stichting Camras. En in beide rechtszaken heeft Camras een tegenvordering ingediend. Deze hebben de stichting mogelijk al zo'n 20.000 euro gekost. Willen jullie nou werkelijk dat het bestuur een derde rechtszaak gaat beginnen? Puur en alleen omdat ik een video heb gemaakt waarin ik, met enige spot, waarheidsgetrouw verhaal over het handelen van het bestuur. Waarin ik juist expliciet stel dat ik de waarheid moet kunnen vertellen zonder angst voor juridische gevolgen. En wat koop je hiervoor? Stichting Camras is 2 van haar beste vrijwilligers kwijtgeraakt in dit alsmaar escalerende conflict. Puur en alleen omdat wij beiden de waarheid boven tafel willen. Waarom wil het bestuur dat niet? Het bestuur geeft geen antwoord op mijn weerlegging van de valse aantijgingen in dit exploot. De Dwingelo radiotelescoop is een wetenschappelijk instrument bedoeld om waarheid te vinden, ook als die waarheid niet is wat je graag zou willen.
Wetenschap wordt niet vooruitgeholpen door personen met de meeste macht of het hoogste woord. Waarheid vind je door onderzoek te doen. Het is dan ook heel triest dat het bestuur van Stichting Canvas, hoeder van het wetenschappelijke erfgoed van de Dwingelo Radiotelescoop, ervoor kiest om met juridische dreigementen de waarheid te verhullen in plaats van open onderzoek te laten doen. Dit is anti-wetenschap. Er is maar één ding dat Stichting Canvas weerhoudt om alsnog onderzoek te doen naar de door mij bij bestuur gemelde misstanden. Het bestuur wil het niet. En dat is spijtig, want met zo'n onderzoek zou een einde komen aan de lopende rechtszaken en een einde aan deze absurde, kostbare soap. Ik heb herhaaldelijk aangeboden om deze zaak te laten rusten en om in gesprek te treden. Zelfs in de rechtszaal in het nabijzijn van de rechter heb ik dit aanbod gedaan. De rechter stelde voor dat beide partijen nu dan toch eindelijk met elkaar in gesprek treden om dit conflict op te lossen. Ik stemde in, het Canvasbestuur weigerde. Hetzelfde gebeurde in de andere rechtszaak. Ook daar weigerde het Canvasbestuur het verzoek van de rechter om het conflict op te lossen door met de betreffende vrijwilliger in gesprek te treden. En dus sleept deze zaak eindeloos door. Wordt het niet eens tijd dat vrijwilligers zich over deze zaak mogen uitspreken? Zijn vrijwilligers, donateurs en sponsoren niet nieuwsgierig naar wat er allemaal in deze documenten staat? Wat heeft er werkelijk plaatsgevonden binnen de stichting? Wat schreef de heer Dick Harms in zijn e-mail van 16 oktober 2019? Wat is zijn rol in dit geheel? En wat beweerde de man in zijn getuigenis in deze rechtszaak, vlak voordat hij benoemd werd tot de nieuwe Canvasvoorzitter? En wat schreef een vrijwilliger over het incident, zoals ik hem even voorzichtig zal noemen? Het bestuur onder leiding van Dick Harms en Harm Munk willen klaarblijkelijk niet dat jullie daar ooit achterkomen. Het bestuur houdt ook voor mij veel verborgen. Zo hebben ze mij niet op de hoogte gesteld van deze nieuwsbrief, waarin ze opnieuw dreigen met nog meer juridisch getouwtrek. Het bestuur stuurt inmiddels een ruimschoots 2 jaar lang achter mijn rug om berichten naar vrijwilligers over mij en over die andere vrijwilliger, waarin stellingen staan die niet waar zijn. In 2019 heb ik ze daar voor het eerst op betrapt. De heer Michel Arts is fulltime medewerker van het Sterrenkundig Instituut Astron en is specifiek door Astron aangesteld om in het Canvasbestuur te zitten. Op 12 oktober 2019 stuurde hij deze e-mail naar de Canvas vrijwilligers. Hierin staan leugens die duidelijk als doel hebben om een negatief sentiment te creëren rond mij als persoon. Ik was toen nog Canvas vrijwilliger. De heer Arts heeft mij daarom uit de e-maillijst van vrijwilligers gehaald, zodat de persoon waar deze e-mail over ging, deze niet ontving. Ik mocht niet weten wat het bestuur over mij vertelde. Specifiek, zodat ik geen weerwoord kon leveren. En zodat jullie nooit de waarheid te horen krijgen. Toen ik ze erop betrapte, heb ik ze vriendelijk verzocht om de onjuiste stellingen te rectificeren en om mij de e-mail alsnog toe te sturen. Het bestuur weigerde beide verzoeken. Ze weigerden ook mijn herhaaldelijke verzoeken om in gesprek te treden.
Eind 2019 was er een kwartaalvergadering waar ik dit had kunnen aankaarten in het bijzijn van de vrijwilligers. Het bestuur droeg me echter op om niet naar deze vergadering te komen en om geen contact te zoeken met de vrijwilligers. Ik kreeg geen enkele kans om te achterhalen wat het bestuur ze allemaal vertelde en om daar een weerwoord op te geven. Ruim 2 jaar lang heeft het bestuur op deze wijze succesvol een negatief sentiment rond mij gecreëerd. Het afgelopen jaar ben ik door een vrijwilliger bedreigd met fysiek geweld. In de rechtszaak getuigde hij dat hij bang was dat ik vernielingen zou gaan aanrichten in de telescoop. Een andere vrijwilliger klaagde dat het bestuur bezig is om kapitalen uit te geven aan deze rechtszaken en gaf mij daarvan de schuld. Dick Harms, Harm Munk, Michel Arts, Hans van der Meer, stop met het verspreiden van leugens. Het bestuur heeft herhaaldelijk aangestuurd op een rechtszaak, door niet in gesprek te willen treden en keer op keer te dreigen met juridische stappen. In plaats van het gesprek aan te gaan, zegt de heer Harm Munk publiekelijk tegen een journalist van het Dagblad van het Noorden: mocht Smits de naam van de vermeende dader openbaar maken, dan kan hij een proces wegens smaad tegemoet zien. Voor alle duidelijkheid, ik heb nooit gedreigd deze naam publiekelijk te maken. Begin 2020 heeft de Astron directie een oplossing geboden om rechtszaken te vermijden en het conflict te beëindigen. Zowel ik als die andere vrijwilliger gingen akkoord. Maar zodra ik stelde dat ik geen geheimhoudingsverklaring wilde tekenen, kreeg ik te horen dat het Cambra's bestuur niet mee wilde werken aan deze oplossing. Het gerechtshof in Assen heeft het afgelopen jaar beslist dat het bestuur de vrijwilligersovereenkomst die het met mij is aangegaan inderdaad mocht ontbinden. Volgens de rechter was er sprake van een gebroken relatie. Ik heb een geweldig advies voor ieder bestuur dat van een klokkenluider af wil. Je maakt het leven van de persoon zuur. Je verzint aantijgingen tegen de persoon die niet waar zijn en gaat deze
achter de rug om verspreiden. Je schorst de persoon met de melding dat deze in gesprek dient te treden met het bestuur en weigert vervolgens om in gesprek te treden. Je vertelt iedereen dat het de klokkenluider is die niet in gesprek wil treden. Je eist dat deze persoon geen enkel contact meer onderhoudt met andere medewerkers en wanneer de persoon toch contact zoekt, zet je de persoon uit de organisatie en dreig je met juridische stappen. Bij de rechter stel je vervolgens: er was sprake van een gebroken relatie. Oh, en controleer wel even dat de klokkenluider geen YouTube-kanaal heeft. Het gerechtshof in Assen heeft mij op de vingers getikt vanwege bepaalde kwalificaties die ik gebruikte over deze gebeurtenissen. In het bijzonder het woord seksisme. Donateurs zouden wel eens hard kunnen weglopen. Om deze reden en omdat het Canvasbestuur blijft dreigen met verdere juridische escalatie, ben ik noodgedwongen terughoudend met het openbaren van deze documenten. Het bestuur heeft daarmee de macht om de inhoud van deze stukken voor een lange tijd geheim te houden. En dat levert een merkwaardige situatie op. Zolang dit bestuur aan de macht is, kunnen ze de financiën van de donateurs gebruiken om de gebeurtenissen geheim te houden, daarmee te voorkomen dat dezezelfde donateurs hard weglopen, waardoor het bestuur aan de macht kan blijven. Dat is het Camras paradox. Aan het begin van deze video beschreef ik een voorval waarin een vrouwelijke vrijwilliger verbaal verrot wordt gescholden door een mannelijke vrijwilliger. Het bestuur stelt dat de vrouw daar schuld aan heeft omdat zij te kennen had gegeven geen zin te hebben in het gesprek met de man. Ze wordt uitgemaakt voor rat en borderline gestoord door de mensen die haar dienden te beschermen. Ik wil benadrukken dat ik nooit gezegd heb dat het hier om camera's gaat. Dit is gewoon een verhaal van wat er binnen een vrijwilligersorganisatie fout zou kunnen gaan. Het bestuur is prima in staat om in een nieuwsbrief te ontkennen dat dit soort praktijken plaatsvinden binnen de stichting. Maar, mocht het bestuur overgaan op juridische stappen tegen mij, omdat ik dit verhaal bij deze publiekelijk heb gemaakt, dan erkent zij daarmee dat deze gebeurtenissen wel degelijk hebben plaatsgevonden binnen Stichting Camras. En dat is het Smits-paradox.